Hey allemaal, ik ben Eke Bosman, maar vooral bekend als de Snackspert en ik neem jullie mee naar mijn favoriete plekken in het centrum. Ik neem jullie mee naar het lekkerste Koreaanse broodje van de stad. Tada! Het zoete, het pittige, het zoute. Dit is als een Shakespeare toneelstuk. Alles zit erin. Ik neem jullie mee naar een trip down memory lane. Dit was dus echt gewoon mijn place to be. Het was 15 mei 2011. Ik ga naar de plek waar ik een van de mooiste Ajax-momenten ooit heb beleefd. Ik ben volgens mij daarheen gerend om te plassen. En juichen te plassen. Hey! En ik geef de tip voor dit jaar. Er wordt zoveel geluld over de slechte dingen in het centrum. Nutella-winkels, snoepwinkels en zo. Nou, dan heb je gewoon pareltjes als deze. Dan weet je... Je bent in de hemel. We gaan naar Chuns. De broodjeszaak van Amsterdam. Zo niet Nederland. Ik heb het begin 2022 ontdekt. Nou, ik wil niet zeggen dat ik het ontdekt ben. Ik ben daar voor het eerst geweest in begin 2022. Ik wist niet wat ik meemaakte, want de broodje daar, fenomenaal. Het staat dus gewoon een rij aan de andere kant van de stad. De tent zit daar en aan de linkerkant zit al een rij. Maar dat is ook geen wonder, want het is gewoon het lekkerste broodje wat nu in Amsterdam te vinden is. Oh. Ja, wij moeten ook dan maar in de rij gaan staan, hè? Ik bedoel, kan ik even genieten van het moment dat ik straks weer ga genieten van het broodje. Oh. Ik moet ook in de rij wachten, ja. Maar dat vind ik niet erg. Ik vind het altijd zo arrogant om naar binnen te gaan van... Hey, mate, ik ben je beste vriend, laat me binnen. Nee joh, die mensen staan ook te wachten, hè. Hoe lang staan we eigenlijk al in de rij? Moeite waard. Volgens mij mogen we naar binnen, of niet? Te open. Ah, welkom in de hemel. Mag ik één rib-eye bukkake, alsjeblieft? Dat is zo lekker. De snack van 2022 is dit geweest. Ik ben best wel bescheiden, maar ik moet wel zeggen, die recensie, het is een van mijn best scorende recensies ooit op mijn pagina. Het heeft echt 1 miljoen mensen bereikt, die post. En ja, je weet wat de beste reclame is, en dat is mond-op-mond reclame. Tadaa! Oh. Het ziet eruit, kijk toch eens. Er zijn natuurfilms gemaakt die minder sappig waren dan dit broodje. Zeg ze. Het is toch, als je naar kijkt, dan word je toch wel eens op slag verliefd. Oh, give it to me. Camera loves you. Ja, go? Mag ik? Mag ik? Toch een beetje als de eerste kus, hè? Elke keer weer. Het zoete, het pittige, het zoute, het romige. Dit is als een Shakespeare toneelstuk. Alles zit erin. Het heeft een prachtig begin, prachtig middenstuk en een prachtig einde. Niet normaal. Als je hierna een ontmoeting met de koning hebt, dan moet je hier niet naartoe. Nee, dan zie je niet uit. Ik zie waarschijnlijk echt. Ik zit overal saus natuurlijk. Draag ik met trots. Nou, de eigenaren waren, als ik het goed heb begrepen, al begonnen met deze zaak. En gingen toen op veldtrip naar Zuid-Korea. En hebben toen daar inspiratie op gedaan. En toen zijn ze dat hier gaan doen. En wat echt een gouden zet is geweest. Dus ik denk dat je altijd voor toeval moet gaan. Als je voor het oude vertrouwen gaat, dan ga je nooit uitblinken. De laatste hap, hè? Goodbye, my lover. Ik ga mijn handjes schoonmaken. Ik hou niet van vieze handen. Voilà. Ja, hier op de Wolvenstraat zit ook een geweldige zaak. Wolfbakkerij. Zulke lekkere croissantjes. Lekker brood. Ah, top. Maar goed, we gaan doorlopen. Ah, oh, Gollum. Altijd lekker bier. Belgisch bier. Oh.
Oh, daar heb je trouwens een stadspaleis. Dat is een soort oase van rust midden in het centrum. En hier heb je gewoon ruimte om te lopen. Het trammetje komt langs. Is het lawaai? Geen lawaai. Nee. Dit is toch fantastisch. Je hebt al die oude gebouwen. Gewoon prachtige architectuur. En dan zo'n schattig huisje dat echt niet kon misstaan in de Efteling. Ik heb daar ooit wel een paar broodjes gegeten. Het is allemaal vega. Ik heb horen zeggen dat je gewoon voor 1 euro aan de bar een espresso kan drinken. En dan kun je lekker praten met de eigenaar. Schijnt. Het is gewoon zo'n sympathieke zaak. Het centrum heeft zoveel meer. Ik bedoel, genoeg pareltjes. Ja, we gaan naar echt een culinair hoogtepuntje in het centrum van Amsterdam. Namelijk de McDonald's. Die McDonald's heeft voor mij al een speciale betekenis. Ik kom dus uit Deventer. We kwamen heel graag naar Amsterdam. We hebben ook qua familie wonen in Amsterdam. Maar als we dan naar Amsterdam gingen, gingen we eerst. We kwamen aan op Centraal Station. Nou, en wat is het dan? Op 5 minuten lopen. De McDonald's. En we gingen juist naar die McDonald's. Omdat dat de meest rustige McDonald's van heel Amsterdam is. Het is de hidden gem onder alle McDonald's. Het is natuurlijk niet de meest hoogwaardige wat er is. Maar het is stiekem altijd wel lekker, toch? Laat het niet vergeten, je bent brak en je wil even een quarter pounder halen. Dus ik ben heel blij dat ik dit als een van mijn favoriete plekken kan laten zien. Want stiekem dragen we allemaal een beetje McDonald's in ons hart. Yes, thanks. En dan. Ik sta nooit teleur. En na het eten van ben je weer teleurgesteld in jezelf. Circle of life. Het was altijd deze McDonald's waar ik naartoe kwam als we dan een dagje Amsterdam deden. En dat was niet een dagje lekker musea's doen. Nee, we gingen gewoon lekker shoppen. Maar wat heb je dan nodig als je 8 uur lang gaat winkelen? Brandstof. En als kind zijnde hou je van het vertrouwde natuurlijk. Hou je niet van nieuwe dingen. Het is eng. McDonald's is toch het warme bad waar je in belandt als kind. Maar het is heel ongezond hoor, niet doen als je kind bent. Nee, ik zou gewoon lekker aan de quinoa gaan als ik kind was. Het is echt onverantwoord dit. Zullen we naar de volgende? Yes. Amsterdam betekent voor mij, ja, het is eigenlijk een stad waar je mag zijn wie je wil zijn. Het is een stad waar iedereen eigenlijk tegenop kijkt. Het is een stad die toonaangevend is. Dat is het centrum, het heeft alles. Ik denk dat dat Amsterdam is. In Amsterdam is alles mogelijk. En dat geeft mij een heel vrij gevoel. Mijn thuis. Ja, dat zeker. Ik ga hier nooit weg. Hier heb je dus ook de laatste kruimel. Het is dat ik geen ruimte meer heb in mijn maag, want ze hebben echt super grote broodjes kippendij. Echt fantastisch. We gaan nu naar het Rembrandtplein. Want er is een heel bijzonder plekje. Dat is daar. Daar is Prime. Hier is gewoon iets gebeurd. Bij Club Prime. Het was 15 mei 2011. Ajax speelde om 2:30 op de verjaardag van Frank de Boer. Tegen FC Twente, het kampioensduel. En ik als 19-jarig jochie stond hier bij Prime te kijken. Met de tv bij het was mooi weer. En ik denk dat ik tot dat moment nooit zo gelukkig ben geweest als toen. Ajax werd namelijk voor het eerst in 7 jaar kampioen. En daar waren de schermen in 2011. Eriksen. Komt-ie. De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik. Siem de Jong. Heel het Rembrandtplein werd gek. Ik krijg gewoon kippen als ik er weer aan denk. Ik heb gewoon gerend.
gerend van blijdschap. Ik ben nog nooit zo blij geweest toen. Ja, jezus. Ik weet nog, ik moest de hele wedstrijd zo naar de plas, maar ik heb dat niet gedaan. Ik wilde gewoon geen enkele seconde missen. En je zat zo erg in de spanning. Je hele leven hing er vanaf. Ah, dan sta je hier met een massa Ajaxiden. En dan komt die ontlading van de fluitsignaal. Ik ben volgens mij daarheen gerend om te plassen. En juichen de plassen. Hey. Ik zal je deze tijdje vragen waar dat zo ging. En Ajax is landskampioen. Ja, mooi. Mooi. Dat rood-witte shirt, de supporters zijn geweldig, de liedjes zijn geweldig. Het is gewoon de mooiste club van de wereld. Ja, we zijn dus op de Nieuwe Spiegelstraat. Ja, we gaan dus nu naar hopelijk de zaak van 2023. En dat is Zero Zero. En dat is een Italiaanse broodjeszaak. Het is echt de lekkerste Italiaanse broodjes. Moet je maar, ja, ga het vanzelf zien. Meerdere favorietjes, maar ik denk ook om wat meer vega in deze repo te brengen, de melanzane. De melanzane. Melanzane? Ja, die vind ik echt hemels. Die is lekker, hè? Tomatenpesto. Mozzarella. Aubergine. Parmezaanse kaas. Oregano. Ja, super, dankjewel. Het deeg van het brood is zo goed. Oh, zo knapperig. Zo flaky ook. Daar komt die naam ook vandaan. 00 staat voor 00 bloem of 00 bloem. Dus het is ook een soort bloem waarmee het wordt gemaakt, deze broodje. Magnifiek. Nieuwe Spiegelstraat staat bekend als, nou ja, samen met de Spiegelstraat als de kunststraat. Maar nu wordt kunst, ja, op een andere manier gemaakt, namelijk met eten. Hartstikke idee. Oh. Er wordt zoveel geluld over de slechte dingen in het centrum. Met die Nutella-winkels, snoepwinkels en zo. Maar dan heb je gewoon pareltjes als deze. Ja, dan weet je, je bent in de hemel.